Anton Dais vertegenwoordigt ons land op het Songfestival in Oslo. Jean Thomas en Sandrine hangen Notre-Dame de Paris aan de grote klok. En zangeres Lynn Verlaine leeft met spanning toe naar haar concert. Een heel goede avond en welkom bij De Rode Loper. Vanmiddag is hier in eigen huis de artiest bekendgemaakt die ons land zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival dat plaatsvindt op 29 mei. Er zijn dit jaar geen preselecties. Eén heeft zelf een kandidaat voor Oslo aangeduid. En het is een verrassende keuze geworden, want het werd niet Natalia, Sandrine of Milk Inc. Hier is hij, levensecht voor jullie, Tom Dais. Tom Dais heet Tom Eekhout en is een 20-jarige singer-songwriter uit Eeklo. Hij werd vorig jaar tweede in X-Factor en is vooral bekend van de song Bleeding Love. Tom heeft niet voor de job gesolliciteerd, maar is gevraagd door één. We hebben Tom Dais om verschillende redenen gekozen. De belangrijkste zijn dat hij een hele warme, internationale, herkenbare stem heeft. Dat hij volledig voor dit traject wil gaan. Hij wil het komende jaar volledig focussen op het Eurovisie Songfestival. En last but not least, in de verschillende gesprekken die we met hem en zijn entourage hebben gehad, hebben we een echte klik gevoeld. Ben je eigenlijk zelf een Eurosong fan? Fan is veel gezegd, maar ik kijk toch elk jaar en altijd enthousiast. En soms laat ik mij wel verleiden tot sms'en voor een land. Dus het is altijd gezellig als we naar Eurosong kijken. Maurice Engelen, die zijn coach was bij X-Factor, zal Tom het komende half jaar klaarstomen voor de finale van het Songfestival. Het staat vast dat Tom in Oslo een Engelstalig nummer zal zingen, maar wat het wordt is nog niet bekend. Ik heb al verschillende ideeën op zich, maar hoe dat uiteindelijk gaat worden, dat weten we nog niet. Schrijven begint eigenlijk nog maar vandaag. Het is zo dat de deadline van de EBU ergens ligt rond 21 maart. Dan moeten we finaal de song hebben, dus we hebben nog wat tijd. Maar we gaan hem toch wel flink van de pers afschermen. Niet om hem te beschermen, maar om die song te hebben. Met andere woorden, hij moet zich volledig kunnen focussen. En die focus begint vandaag. Of beter nog morgen, want vandaag verjaart Tom en mag er gefeest worden. Tom zal uiteindelijk één of meerdere songs schrijven en ze tijdens een speciale uitzending in het voorjaar aan de kijkers voorstellen. Hoe de uiteindelijke song wordt gekozen, daar is men nog niet helemaal uit. Een heel goede avond en welkom bij De Rode Loper. Na een reeks zwakke resultaten op het Songfestival heeft de VRT het geweer drastisch van schouder veranderd. Er zijn geen preselecties meer en één heeft zelf een kandidaat gekozen. Die heet Tom Dais. Wij vroegen aan ervaringsdeskundigen Sergio en Misha Mara of deze manier van werken meer kans op slagen heeft. Tom Dais werd gisteren aan de pers voorgesteld en dat was nodig ook. Want Tom, die vorig jaar tweede werd in X-Factor, is voor de meesten hier relatief onbekend. Maar dat mag geen handicap zijn. Het is natuurlijk altijd goed voor een artiest dat hij al een bepaalde carrière heeft, dat hij al een bepaalde know-how heeft, dat hij al weet hoe en wat hij wil met zijn carrière en dan een nummer kiest dat echt aanleunt bij wat hij zelf wil. Maar voor het buitenland maakt dat eigenlijk geen enkel verschil. Of dat nu Natalia is, of Koen Wouters, of noem maar op. De mensen die erachter kennen die toch niet. Iedereen vindt het fantastisch dat er iemand gekozen wordt en gezegd, jongen, Ierse, doe maar wat je wilt. Laat ons eens verschieten, hè? Laat ons eens schrikken. En misschien schrikt het internationale publiek, de jury, ook. Je moet die jongen geen choreografie gaan geven, dat denk ik niet. Hè. Je moet daar geen danspasjes gaan doen en zo. Ik denk dat dat helemaal niet aan de orde zal zijn bij hem. Ik denk dat hij echt zuiver alleen moet hebben voor stem. He, dat absoluut aanwezig is. Hij heeft een zeer eigen, herkenbare stem. Twee, de geloofwaardigheid waar hij mij het nummer gaat brengen. En ik denk dat dat al, en natuurlijk ook het nummer op zich, kwalitatief, textueel en zo verder. En ik denk dat dat de hoofdroeven zullen zijn. Tom Dais zal zich het komende half jaar alleen maar bezighouden met het Songfestival. En dat zal nodig zijn, want op dit ogenblik heeft hij nog geen festivallied. Maar vreemd genoeg maakt ook hier zich niemand zorgen. In het verleden was het zo dat de kandidaat zijn nummer moest inzetten, ik denk voor 15 december ergens zoiets. Hè? Omdat je dan met die preselecties zat, die dan startte in januari. Dus de winnaar al bekend. Hè? Dus degene die gaat is al bekend. Dit is allemaal tijd gewonnen, zou ik zeggen. Hè? Dus in dat opzicht heeft hij nog een zee van tijd om nog 10 nummers te maken. Hè? Er staan 20. Ik kan me bijna niet voorstellen dat de VRT carte blanche geeft. Dus ik vroeg dat daar toch achter de schermen wel een heel groep mensen zit die daarover gaan oordelen en gaan zeggen, ja, dat vinden we goed en dat vinden we niet goed. Er moet bijgestuurd worden.
denk ik. Hè. Voor Sergio en Misha Mara is de aanduiding van Tom Dice dus een goede zaak. Het enige minpunt is het verdwijnen van Eurosong. Dat was zo'n buzz, hè. Alles gebeurde weer. Iedereen was aan het zoeken naar goed materiaal. Dansers die erbij betrokken werden, choreografen. Dat was eigenlijk een kleine industrie op zichzelf op dat moment. En dat valt nu natuurlijk allemaal weg. En er is al zo weinig, hè.